Hoi, Stefan hier, barbecuebaas. Nou, ik had mezelf voorgenomen dit nooit te gaan doen. Ik vond foto's op Instagram eigenlijk altijd genoeg. Maar in de loop van de tijd heb ik heel veel leuke en positieve berichten van jullie mogen ontvangen. En daarin kwam eigenlijk wel naar voren dat heel veel mensen het toch wel leuk zouden vinden als ik ook wat beeldmateriaal zou gaan maken. Nou, bij deze ga ik dat dus doen. We trappen ook gelijk goed af. Ik heb hier een prachtige brisket van 3 kilo liggen. Die ga ik maken in deze video. Ook gedurende mijn periode als culinair adviseur heb ik heel vaak de vraag gekregen van hoe maak ik nou een mooie brisket op de barbecue. Nou, dat ga ik in deze video precies uitleggen, zodat jij tijdens kerst een prachtige brisket aan kan snijden. Dat is dat. Ik heb hier een prachtig pakket met rub staan. Ik was heel recent geleden was ik de gast bij Barbecue Village, de Emma Lord. En toen heb ik hun rubs meegekregen van No Rubbish. Ook heb ik meegekregen 5 rubs van Silly Tony, ook voor mij compleet nieuw. Deze beef variant, die ga ik maken op de brisket. En ik ben zelf ook heel erg benieuwd wat het gaat worden. Nou, kijk lekker mee in deze video. Heb je er nog vragen over? Aarzel niet, stuur me gewoon een DM'tje. En dan reageer ik er zo snel mogelijk op. Nou, veel kijkplezier. Hoi! Over de brisket wordt gezegd dat het een van de meest lastige stukken vlees is om te bereiden. Toch valt het best wel mee. Je kunt een brisket op vele manieren bereiden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een brisket te injecteren met runderbouillon. Ik kies er persoonlijk altijd voor om rond de 70 graden Celsius in te pakken in boetjepeper. Zodat in de laatste fase van de bereiding de vleessappen beter behouden blijven. Uiteraard kun je ook gewoon aluminiumfolie gebruiken. Als er één ding leidend is bij het maken van een brisket, dan is het de omgevingstemperatuur. Zorg ervoor dat je niet boven de 110 graden Celsius uitkomt. Dit is de reden dat ik voor het gebruik van een Traeger kies. Zodat ik 's nachts niet naar buiten hoef om een kamado bij te stellen. Maar dit is puur gemak. De brisket ligt erin, de deksel kan dicht en de Traeger kan zijn werk gaan doen. En dan gaan we binnen lekker op het gemakje in Nederland zelf al kijken. De rest is inmiddels helaas geschiedenis. Laatste check en naar bed. Dit doet dan wel weer even pijn. Goedemorgen, we zijn al een heel eind. Ondanks de kou, toch nog even een check. Nog een paar graden te gaan, dan een uurtje in de folie laten rusten en dan kunnen we hem aan gaan snijden. Prik je brisket altijd even aan met je thermopen of gewoon een satéprikker om te kijken of die wel echt gaar is. Zoals je ziet, mooi sappig. Nou, de brisket is goed gelukt. Het is natuurlijk wel even tijd om hem goed te gaan testen. Gelukkig hebben wij een fijnproever in huis. Een hond die in de loop van de tijd een wortelverslaving heeft opgebouwd. Gezond voor mens en dier. Heel veel antioxidanten. Dus ik ben heel erg benieuwd of hij deze overheerlijke brisket zal verkiezen boven zijn geliefde wortels. Nou, we gaan even kijken. Ik denk dat ik in deze video heb laten zien dat het maken van een mooie brisket helemaal niet zo moeilijk is. Twee dingen zijn belangrijk, temperatuur en tijd. Heel veel tijd. Zoals in deze video kan het maken van een brisket gewoon wel 14 uur duren en soms ook langer. Nou, heb je er nog vragen over? Dat kan natuurlijk altijd. Stel ze dan hieronder in de comments en dan reageer ik er zo snel mogelijk op. Vond je deze video leuk, kun je ook abonneren op mijn kanaal. Ik ben ook te vinden op Instagram en dan zie ik je vanzelf verschijnen. Tot de volgende!